Ja, dus hij, Israël mocht dan weinig van hem zien. He, er waren geen profeten meer, ik ga zo doen. Maar hij was op dat moment bezig. Paulus zegt, hij heeft zich gekeerd naar de heiden. Dus hij was met de heidenen bezig niet te werken. Maar nu staat er, hij staat op en hij heeft zich weer gekeerd naar Sion. Dus als ik even meer in alle bescheidenheid, dan ben ik even goed. Dus hij keert zich vandaag de dag weer terug naar Israël. Zie je wat er gebeurt? Good morning. Hallo. Hallo. Good morning. Wat gebeurt er nou? Gaat hier iets mis? Zo. Keert hij zich nu naar ons toe? Nee, dat betekent niet de volheid der heiden. Maar wat had er moeten gebeuren? Op het moment dat God zegt, ik keer mij weer naar Israël. Zo dat al. En we komen bij... We komen hier. En met z'n drieën hutten. Weet je, dit is de oproep voor de kerk. Dit is Gods woord. Good morning. Buongiorno caro, ben trovato. Buongiorno. Beautiful, beautiful. It sounds beautiful.